En we zijn live. Welkom, Rutger. Ja, dank je. Rutger ter Beest. Nou, ook iedereen welkom natuurlijk. Alle Facebook-kijkers, YouTube. En natuurlijk worden er links naar Twitter en naar de hand naar LinkedIn geplaatst. Natuurlijk ook de podcastluisteraars van Podbean en Spotify. En we zijn nog onder auspiciën bij iTunes. En ja, ik mag je welkom heten, Rutger ter Beest. Ik heb een kleine cv opgeschreven, Rutger. Okay. Kijk of het helemaal past. Ja. 12 jaar Diemer Support. 12 jaar. Ja. Je bent daar natuurlijk als een online man begonnen. Senior online marketeer. Je bent een partner, niet alleen van je vrouw, maar ook van Google. Google partner. Klopt. En mede-eigenaar. Ja. En je hebt... Ja, ja toch? Ja. En je hebt je uiteindelijk opgeklommen van medewerker naar... naar mede-eigenaar. Hoe heb je dat gedaan? Ik ben eigenlijk in 2007 is Diemer Support opgericht als bedrijf zijnde, gefocust op de online marketing. Met name Google AdWords, wat toen de tijd op dat moment langzaam maar zeker richting Nederland kwam. Dus het water overstak. In Amerika was het al even. En vanaf 2007 was ik eigenlijk de eerste medewerker die daar binnenkwam. Op de binnendienst draaien. We hadden toen 2 accountmanagers. En ik zou de online marketing, de campagnes gaan opzetten. Zonder, of beperkt door heel veel, heel weinig kennis. Ja, ja, ja. Zeg maar. Dus daar heb ik alles vanaf dat moment zeg maar, online moeten gaan leren. Er waren nog geen cursussen, geen trainingen, geen opleidingen, geen minors. Helemaal niks in de online. Het was echt upcoming, zeg maar. Ja. Dus alles online op via... testen en via andere blogs veel, andere bedrijven, veel uitzoeken via Google. En zo langzaam maar zeker steeds meer verdiept in online marketing en met name SEO. En ik denk een jaar of 3,5 geleden, samen met een toenmalig collega, nu mijn compagnon, is met de koppen bij elkaar gestoken met het idee van ja, het gaat nu zoals het gaat. En wat vinden wij daarvan? En hoe kunnen wij dan misschien nog eens op het lange termijn een andere wending aan geven? Van hoe wij denken dat het niet per se beter, maar misschien efficiënter. Meer de focus leggen, betere ontwikkeling, ook je eigen marketing. Ja. En zo is eigenlijk het idee ontstaan om met de toenmalige eigenaars om tafel te gaan. Van ja, hoe sta jij daarin? Ja, en wat betekent Diemer? Diemer staat voor Digital Marketing. Oh ja. Afgekort, uiteraard. Toen Diemer werd opgericht, tegenwoordig is online marketing een beetje de algemene term. Hè? Dus je noemt alles onder één noemer online marketing. Toen wij begonnen bestond het nog niet, de term online marketing. Oh. Dus toen, toch bij een brainstorm sessie-achtig is de naam Diemer naar boven gekomen van digitale marketing. Ja. Toen kreeg je kreten van collega's als webmarketing. Online marketing werd toen naarmate de jaren verstrekte zeg maar wel de algemene tendens. Dus als je nu zou beginnen, zou het OMA heten? Ja, OMA. Of OMA marketing. OMA marketing. Ja, dat had ook gekund. Vergelijkbaar, ja. Vergelijkbaar. Ja, ja, ja. Leuk zeg. Ja. Hey, we gaan proosten. Ik zag in mijn ooghoek van Patrick Geerts. Goedemiddag, Jacques en hey, Rutger. Patrick. Hey Patrick. Ja, en dat is natuurlijk ook een vriend van de show. Kan niet anders zeggen. Superleuk. Allebei dat je kijkt, komen Patrick. Uit Ulft. Ja, ja. Oh ja, ja, natuurlijk. Ja. Hey, ik had je gevraagd, wat voor bier vind je lekker? Toen zei je La Chouffe. Dus ik heb een flesje meegenomen. Nou, ik zei eigenlijk ieder bier, maar doe maar La Chouffe. Ja, La Chouffe. La Chouffe is zo'n helemaal goed. En weet je, normaal zit in een flesje 33 centiliter. Ja. Nou, dan kun je beter een grote fles meenemen. Want eigenlijk, als ik mee mag drinken, dan doe ik dat met heel veel plezier. Ik schrijf hem even voor je in. Even kijken of we de schuimkraag goed kunnen krijgen. Ja, ziet er goed uit. Ja, toch? Ja, Precies twee vingers. Ja, dus dus schaam en schande ben ik wijs geworden tijdens deze show. Want heel vaak was ik te voorzichtig en dan kreeg mijn gast een ale bier in plaats van dat er een schuimlaag bovenop zat. Dus dat moet ook niet hebben. De Engelse variant. Ja, de Engelse variant. Hey, proost op een goede uitzending. Oh jongens, cheers. Ik heb ze wel zin in het weekend. Jij ook? Ja. Zo begint het, hè? Ja, vrijdagmiddag. Ja. Dat is wel traditie om elke vrijdagmiddag een biertje te doen. Bij jullie ook? Ja. Ja.
Dat is superleuk. Ja. Ja, en, niet met iedereen, maar degene die, die dat wil of die erbij zit. Ja. 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 Ja, ik zal de koffie even wegzetten, want we hadden daarvoor, we gaan van daarvoor doen we altijd even de aflevering even testen of alles het werkt. En alleen even een kop koffie bijgenomen. Wat nieuw is deze aflevering, ik ben benieuwd of het mij gaat lukken. De vorige uitzending had ik met een sales manager. En een hele leuke uitzending, leuke man. Maar als ik samen, ligt ook aan mij, samen zit met een salesman, dan kan een uitzending zomaar uitlopen. En bijna anderhalf uur, ik durf bijna niet te zeggen. Dus ik heb nu een klokje, een aftelklok. We zien dat we nog 41 minuten hebben. Ik probeer hem op 45 minuten te houden. Maar daar gaan we gewoon voor. Want ik denk dat dat ook een mooie tijd is. Dat mensen dan weer snel naar de stamppot boerenkool kunnen gaan. Of als je in de auto zit, dat je denkt van, nee, weet je, 3 kwartier is net lang genoeg om mijn aandacht erbij te houden. Maar we gaan het leuk maken. Hoe kan een klant in jouw vakgebied bla 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 onderscheiden van een professional? Dat heeft met een paar dingen te maken, denk ik. Stukje kennisoverbrenging, adviserende rol vooral. Mm-hmm. En ik denk uiteindelijk spreken de resultaten voor zich. Dus wanneer je een goede campagne omzet met het juiste rendement, dan is dat voor de lange termijn. Als voorbeeld, wij hebben geen langdurige contracten. Wij hebben altijd op basis van een inlooptraject, zeg maar, van een aantal maanden. Op het moment dat de campagne loopt, is het gewoon, ja, gaan we ervoor samen, zowel de klant als wij. Maar geen verplichtingen. We hebben geen jaarcontracten, we hebben geen ondertekende, wel ondertekende contracten, maar geen lange termijn. Maar we gaan wel voor de lange termijn. En dat heeft met een stukje vertrouwen van beide kanten te maken. Ja. Want op het moment dat de klant zegt van, ja, ik ben niet tevreden, het lukt niet, we kunnen niet door één deur, wat voor reden ook. Even goede vrienden, maar dan is het aan het eind van de maand, is het dan klaar. Ja, ik kan me dat voorstellen. Is het dan... Heb je bepaalde certificering die je kan halen, zoals wat je aangaf, Google Partner. Dat is vooral voor de AdWords campagnes een belangrijk gegeven. Want dat wil zeggen dat je gekwalificeerde mensen hebt met kennis en kunde die de campagne voor je uitvoeren, zeg maar. Onderschreven door Google. Dus, want dat is, zo ben ik ook in aanraking met jou gekomen, hè, met Dimar. Ik heb een netwerk van helden. Zelf is mijn specialisme is marketing, maar vooral social media. Ja. Dus daar enorm mee doorgegaan. Dit is een voorbeeld ervan, hè. Maar Google, ik ben geen Google-expert. En dat is waar mijn kennis en kunde opbouw houdt. Daar gaan mijn 200 helden verder. En jij bent de Google-expert. En ik zocht echt op Google-partner. Maar heel veel mensen, valt mij op, klanten weten niet wat dat precies betekent. Kun jij even vertellen, wat is een Google-partner? Waarom moet je zaken doen met een Google-partner? Google Partner is eigenlijk een bedrijf wat de online marketingcampagnes, de advertentiecampagnes van Google verzorgt. Met een certificerings, een keurmerk vanuit Google. Wat je daarvoor doet is dat je aantoont aan Google door middel van training en cursussen. Dat jij en iedereen die bij jou werkt met een AdWords campagne, of tegenwoordig Google Ads, het is afgekort. De kennis en kunde heeft om dus die campagne tot een hoog rendement te krijgen, zeg maar. Daarnaast moet je, het blijft Google, je moet een bepaalde budget elke maand die kant op sturen. Wat je als bedrijf zijnde, als verzameling voor van onze klanten, zeg maar, worden we nagekeken. Maar ook de kwaliteit van de campagnes wordt op afgerekend. Wanneer wij campagnes hebben die ondermaats presteren, krijgen wij daar als bedrijf zijnde vanuit Google, zeg maar, wel de kans dat ze gaan zeggen van, wij zien een aantal campagnes die ondermaats presteren. Hoe kan dat? Waarom geven jullie geen aandacht? Of we krijgen ook ondersteuning vanuit Google wanneer nodig. Hè? Dus wanneer ze zeggen van, kunnen jullie helpen met een nieuwe campagne of bestaande campagnes te verbeteren? Dus al met al heeft dat echt wel een heel groot impact, zeg maar. Groot verschil. Ja. Het is ook zo dat ik werk natuurlijk met helden met een specialisme. Nou, jullie zijn een mooi voorbeeld van minimaal 5 jaar ervaring in een bepaalde richting. Jullie waren Google partner, zo zijn wij bij elkaar gekomen. Ja. Wat mij opvalt, dat je heel veel mensen hebt, heel veel Google-specialisten, dus aanhangstekens, die maken een WordPress-site, hebben een boek na zich liggen, Google voor Dummies, en vervolgens bieden ze de klant, de niet-wetende klant, een Google-traject aan. Ja. En dan komen ze bij mij en zeggen, ja, dat hebben we heel goedkoop kunnen regelen. En dan kun je dan ook zien aan de resultaten. Ja.
voor dit soort klanten? Want het is natuurlijk heel moeilijk voor een klant om nou te onderscheiden. We hebben net over Google Partner gehad. Dus een klant kan vragen van, goh, ben je Google Partner? Mm-hmm. Weet je nog andere factoren op te noemen dat je de kaft van het professionele koren kan scheiden? Ja, waar je gewoon naar moet kijken is aantoonbaar resultaat. Want kun je ook aantonen wat voor strategie zou je hebben jullie al eens gedaan voor bepaalde andere klanten of relaties? En wat is daar uitgekomen? Misschien een aantal cases. We zijn zelf bezig met een aantal cases samen te stellen vanuit de bestaande klanten. Om te gaan kijken van hoe we in praktijk voorbeelden kunnen laten zien. Wat mogelijk rendementen ook voor een potentieel nieuwe klant kan worden. Maar ook vooral wat we in het verleden behaald hebben. Dat zijn geen garanties voor de toekomst natuurlijk. Want iedere project is anders. Iedere website, iedere productgroep, iedere dienstverlening, alles heeft zijn eigen strategie nodig. Ja. Maar wat belangrijk is dat je ook een bepaalde werkwijze hebt. Dat je kunt aantonen van oké, dit is het plan. Zo gaan we het opzetten. Dit zijn de stappen die we gaan nemen. En een kleine richting van het... Kijk, nooit een garantie geven van over een half jaar ga je dit behalen. Maar je kan wel een indicatie geven van waar willen we naartoe? Hè? Wat zijn je doelstellingen? Wil je volgend jaar hier staan? Of wil je volgend jaar een nieuw product in de markt zetten? Of wat wil je gaan bereiken? Daar ga je naartoe werken. Op het moment dat iemand naar je toe komt en die zegt van nou, ik garandeer dat jij over 2 maanden op die zoekterm bovenaan staat, organisch. Ja, garanties geef je nooit. Dat nee, is een beetje nee, nee. De regel wel in het algemeen. Ja. Dus als je kijkt even samenvattend. Nummer 1, kijk of je een Google of hij of zijn Google partner is. 2, kijk of welke cases het bedrijf heeft doorlopen. En 3, of er een soort werkbare strategie al is uitgevoerd. En dat je die strategie ook samen kan volgen. Ja, ja. Kijk naar het bedrijf zelf. Hè. Is ja. het een. Zoals wij zijn met een leuk team. We hebben een flink aantal jaar ervaring. We hebben een mooie klanthistorie. Hele langdurige relatie met onze klanten. Ga dat ook naar. Ga kijken wat er achter die persoon zit. Welk bedrijf zit erachter. Ja. Nou, als ze een keer kennis willen maken, dan kunnen ze mij bellen of meteen rechtstreeks met jou een kop koffie drinken. En, dan, en dat hebben we vaker gedaan. Ja. Dan gaan we met z'n tweeën naar een klant toe. Dus superleuk. Patrick is vragen Rutger. Is het verstandig om met een SEO-expert te gaan zitten voordat je een website webshop bouwt in verband met vindbaarheid en dergelijke? Ja, zeker. Vooraf aan het traject kun je de strategie niet alleen goed bepalen, maar ook direct goed inzetten. Wanneer je een bestaande website hebt, ga je sleutelen aan de website. Wanneer je een blanco pagina hebt, kun je natuurlijk die website zo optimaal mogelijk inrichten, zowel voor de vindbaarheid, zowel voor de gebruiksvriendelijkheid als voor de conversie. Oftewel een stukje verkoop, een stukje aanvraag of in ieder geval het doel van de website. Ja. Dus dat is zeker heel verstandig. Het is niet zo dat het per se niet haalbaar is wanneer de website er al staat. Maar op het moment dat een SEO-expert of in ieder geval een iemand die online marketing kennis heeft, er van tevoren bij te nemen, die kan je ook wijzen op dingen die niet zozeer altijd nagedacht worden door bijvoorbeeld een webbouwer. Want een webbouwer kan kijken naar hoe ziet het er mooi uit. Is het snel, maar niet zozeer van, ja, is het gebruiksvriendelijk? Dat is ook een vak apart. Of ja. Gaat de juiste benamingen wel terugkomen in de producten, in de categorieën, in andere pagina's? Hoe bouw je het op? Waarom noem je een bepaalde pagina zo en niet zo? En zo ga je eigenlijk iedere pagina analyseren. Vooraf dat je de website bouwt en dan pas daadwerkelijk de ontwikkeling. Ja. Hey, en als we kijken van wie is jullie ideale klant? Ja. Is het een bedrijf van hoeveel mensen? Ja, kijk, ik heb je meegenomen naar de diverse bedrijven. Ja. Sommigen zijn ZZP'er. Ja. Sommigen die hebben al meerdere medewerkers. Maar elk bedrijf heeft ook een soort focuspunt. Hè? Ja. Nou, onze focus, kun je misschien het beste herleiden aan onze eigen marketingkanalen. Mm-hmm. Wij zetten in op MKB, MKB Plus. In de regio rondom Doetinchem waar we zitten. 25, 30 kilometer in de straal rondom Doetinchem. Is eigenlijk waar wij ons op richten. Qua onze eigen marketingactiviteiten. En dat zijn bedrijven in eigenlijk iedere industrie. We hebben geen bepaalde specialismen in bepaalde industrieën. Zoals techniek of dienstverlening. Wij kijken meer naar het project
op zich. Dus we gaan kijken van waar zijn de wensen, waar zijn de doelstellingen. Een klant moet natuurlijk wel voor ogen hebben, of in ieder geval gezamenlijk gaan kijken van waar wil je naartoe. Zijn er mogelijkheden voor? Is er budget voor? En zo ga je bekijken. Want een ideale klant is voor ons eigenlijk een klant die toe is aan een betere website of beter gevonden worden. Ja. Meer klantditie, daar gaan we eigenlijk voor. Dus ben je een bedrijf, MKB, 30 kilometer rondom Doetinchem, dan zit in de sweet spot. Weten ze dat ze met een Google-partner samenwerken, die kijkt naar een strategie en al hele mooie cases achter de rug heeft. Inderdaad. Nou, helemaal super. Hey, ondertussen zien onze klanten jullie website. Ik stel voor dat mensen daar eens even naar gaan kijken wat jullie eigenlijk allemaal doen. Ja. Het grote, denk ik, verschil tussen... Waarom zijn wij, denk ik, een goed team, complementair? Wij zorgen natuurlijk aan social media, dat is onze focus. En wij zorgen voor een reclameplan. En dat reclameplan kan een bestikkering inhouden, een creatieve campagne. En daarbij is online marketing een onderdeel daarvan. En vandaar dat ik dan alle helden bij elkaar verzamel, die dan voor een optimaal resultaat zorgen. Dus dat is de reden waarom wij samenwerken. Ja. Ja. En ik kan zeggen dat ik heel blij ben met de samenwerking. Er mag ook wel een keer de ether in worden geslingerd, Rutger. Dat doen we al een poosje. Ja, dat doen we al een poosje. Ja. Dus dat is superleuk. Ja, ja, ja. Ja. Nee, en ook heel wederzijds. En ik denk dat het leuke samenwerking is. Wij kunnen ook bij jou terecht voor eventueel zaken die wij niet zelf in huis doen. Meer via jouw helden. Dus het is een hele mooie beide kanten op. Ja, daarom. Ja, en dat is de beroemde win-win. Hij bestaat echt, jongens. Win-win zeg ik altijd vaker. Je moet gewoon de mensen zoeken waar je zelf niet sterk in bent. En als je dat doet, dat je denkt van nou ja, je gunt je klant gewoon het beste. Klopt. Nee? Gaat het om. Maar dan is natuurlijk ook de vraag voor heel veel mensen van wie is de man achter Dima? Wie is Rutger? Nou, daar heb ik wat voor gevonden. Daar heb ik een kaartspel voor. Memories and Go For It. En hier gaan we even eentje uittrekken. En dat is eigenlijk, dat zijn allemaal, ik weet niet welke vraag je naartoe gaat trekken. Maar dit is natuurlijk dat we even gaan in de geschiedenis van misschien de kleine Rutger toen hij 5 was. Dat weet je niet, hè? Nou, dan pakken we die. Even kijken. Wat vond je heel erg vies toen je klein was? Ja. Uien? Ja. En nu? En nu eigenlijk... het zit natuurlijk verwerkt in zoveel... etenswaren, zeg maar. Dus het is niet meer zo erg als vroeger. Maar vroeger was het echt dat ik als klein jongetje ieder uitje... eruit ging vissen uit de spaghetti of wat dan ook. Ja? Ja. Ieder uitje. Ja. En nu? Als je nu een frikandel speciaal bestelt? Toevallig, ik denk een jaar of... Nee, niet zo heel lang geleden. Misschien 2 jaar geleden. Voor het eerst een echte frikandel speciaal. Ik deed het altijd zonder uien. Ja. En nee, niet voor herhaling vatbaar. Wel grappig is, want we hebben nog wel een klant die gespecialiseerd is in bedrijfsuitjes. Maar dat is... Uitjes. Maar dat is natuurlijk iets heel anders, hè? Ja. Dan gaan we naar Go For It. Ja, dit zijn de wat pittigere vragen. Maar ik vind dat jij eigenlijk ook... Wat ik vies vond? Ja, natuurlijk. Ja, Prei. En nu vind ik het nog steeds niet heel lekker. Maar omdat hij er tussen zoveel sausjes in zit en weet je wel. Maar vroeger vond ik echt Prei vond ik zo'n vreselijke smaak hebben. Ja, nee, dat vond ik. En vlees met een vet randje. Oké. Okay. Ja, dat vond ik echt... Ik weet nooit, ik vergeet nooit meer dat ik bij een soort tantezegster was. En zij presenteerde dat. En ik was een jaar of 9 of 10. En ik kreeg dat. En ik was te aardig toen al. En toen kreeg ik die soep met dat vlees erin. En toen zei ik, dat was echt lekker. Maar ik kokhals aan het eten. Dus hij is lekker. Ik kreeg nog een bord, weet je wel. Dus daar leer je heel veel van. Eens even kijken. Welke sport wil je nog wel een keer uitproberen? Parachutespringen. Parachutespringen? Ja. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Daarom wil ik het uitproberen. Ja. Ja, en heb je er al eerder over nagedacht of komt het? Nee. Maar ik heb wel zoiets van, dat zou ik nog wel een keer willen doen. Alleen... Collega's van Dima, ik wil een hele cadeau nu. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had het laatst met een collega erover. Kleiduiven schieten lijkt me ook nog leuk om... Ja. Ja, dat is iets
Ja, nee, maar luister. Nee, ik bedoel, kijk, je bent, werkt nu al 12 jaar, dus geen 12,5 moet je nog bereiken, denk ik dan, hè? Of niet? Of is 12,5 is sinds al bereiken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dat vind ik een heel mooi cadeau voor jouw parachute springen vanuit Dima, vanuit je collega's. Ja, met of zonder. En de laatste. Even kijken. Jij? Welke sport? Ik ben niet zo. Ik heb een sportgeen. Ik heb geen sportgeen, maar een sportgeen. En nee, dus ik ben nu weer begonnen met fitness. Oh, dat vind ik wel leuk. Dus hier in het gebouw, maar nee, daar heb ik geen ambitie in. Nee. Wat wil je zeker achterlaten in het verleden en wat wil je zeker meenemen naar de toekomst? Achterlaten in het verleden. Moeilijke vraag. Ja, mooi hè. Ja. Even. Wat wil je achterlaten? Ja, eigenlijk vind ik dat. Ik vind altijd praten over dingen achterlaten, om het zo maar te zeggen, in het verleden. Ja, dat is wel wie je bent. Hè? Dus het verleden heeft je wel gemaakt. En ja, gevoeld. Dat je juist misschien dingen meemaakt, of dat je juist dingen ervaart, of dat je dingen wel of niet doet. Dus ik kan eerlijk gezegd, klinkt misschien een beetje optimistisch, maar ik kan zo 1, 2, 3 eigenlijk niks bedenken wat ik echt achter zou willen laten. Zeg maar. Dat heeft je gevormd wat je nu bent. Vind ik heel mooi. En dat is eigenlijk ook voor de toekomst. Ik bedoel, dat is de rode lijn eigenlijk in je... Ja, wat wil je meenemen naar de toekomst? Ik denk, wat ik eigenlijk altijd gedaan heb, is zowel zakelijk als persoonlijk, zeg maar, gewoon ook keuzes maken waar je denkt achter te staan. Ook al zijn het niet altijd de meest logische, de meest... voor de hand liggende keuzes, soms ook de moeilijkste, maar dat je wel doet waar jij denkt welke kant je op moet gaan, zeg maar. Dat wil ik meenemen en dat wil ik hopelijk altijd de mogelijkheid en de vrijheid hebben om dat te kunnen doen. Zeg. Heb je altijd zo gedacht of is dat tijdens het ondernemerschap is dat een beetje zo ontstaan ook? Ik denk dat het wel versterkt heeft. Ja. Ja, hè? Dat heeft het wel versterkt. Ja. Ja, ik denk dat het altijd. Het is niet zo dat je, wanneer je ondernemer wordt, dat je in één keer een andere persoonlijkheid of ander mens wordt, zeg maar. Nee. Maar het versterkt misschien wel je eigenschappen. Ja, je wordt gedwongen om keuzes te maken, om jezelf altijd weer opnieuw uit te vinden. Ja. Ja. Dus dat is wat er dan gebeurt. Hey, dankjewel daarvoor. Dus dat viel wel mee, denk ik. Hè? Deze, ik heb echt gasten gehad die wat pittigere vragen hadden. Ja, over politiek en geloof. Okay, ja. Maar dit was voor jou gelukkig vrij safe. Ja. Dus dat is. Ben je een beetje een boekenlezer? Op vakantie. Ja, op vakantie. Ja, ik ben echt van de online media, de blogs, de vlogs. Ja. Ja. Ga je nog op vakantie of ben je nog op vakantie geweest? Ik ben in juni. Een weekje geweest met mijn vriendin en de kleine man zijn we naar Kreta geweest. En ik ga in september nog een weekje gaan met z'n tweeën naar New York. Oh, lekker man. Ja, dat is echt een aanrader. Al zo lang op de bucketlist en nu gaan we eindelijk. Ja. Oh, dan moet je ook naar zo'n theatervoorstelling gaan op Broadway. Ja. Ja, ik ben toen naar Spider-Man geweest. Okay, dus dat vind ik echt geweldig. Oh, even kijken. Patrick, opkeken. Oh, Maaike reageert. Voor Rutger nog een leuke Google Easter Egg. Die van Do a Barrel Roll ken ik al. Weet jij een Easter Egg van Google? Oh, dat is lastig om dat zo 1, 2, 3 te bedenken, eerlijk gezegd. Ga ik heel even over nadenken. Ja, ik weet wel, volgens mij iets met Thanos. Thanos, dat was wel met Endgame. Ja, je kunt zeg maar... ik moet er even over nadenken. Ja, ik vond een hele leuke, maar ik zit even te denken hoe je daar komt. Oké, dat is een hele goeie. Kom op terug. Oké, wauw. Easter egg. Ik schrijf hem even op. Ja. Dat vergeten we niet. We hebben de bofkont van de week. En vorige week hadden wij de par 5. Dat was dit boek. De review staat nog steeds natuurlijk online. Blijft ook online. De winnaar is Daan Peters. Dus even kijken. Ik heb hem hier. Oh nee. Verkeerd. Ja, nee. Is deze natuurlijk. Ja. Ja. Dat was een one-winner. Ja, gefeliciteerd. Ja, Daan heeft deze gewonnen. De overige mensen, dat is wel heel leuk, die krijgen 10% korting, die hebben meegedaan, van de schrijver. Dus krijgen ze kortingscode, kunnen ze bestellen op de website en dan krijgen ze 10% korting. Echt een aanrader van als je in de business-to-business zit en je werkt met bepaalde bedragen die wat hoger zijn dan 100 of 200 euro,
hebben zij een strategie ontwikkeld waar onder andere social selling in zit. Dus waar ik heel veel mee werk. Dus ideaal. Dus zeker een aanrader om te lezen de par 5 methode. Gaan we naar de volgende. De boek van de week. Nou, dat is echt heel grappig. Ik heb dit boek eens een keer gekregen. Think Like a Freak. En ik ben nog gaan lezen. Want ik dacht van, dat is ook wel een keer leuk om... dat is een Engels boek. Okay. Om dit eens een keer te behandelen. En wat is de boek van de week? Is Think Like a Freak. En het gaat om gangbare manier van denken op zijn kop te zetten. Dus iedereen omdenken. Heeft zijn eigen... Ja, zijn omdenken is dit. Dit is eigenlijk een soort omdenken. En het wordt eigenlijk door economieprofessoren... is dit boek geschreven. En dit maakt het boek ook wel heel apart. Want ze gaan uit van kansberekeningen. Hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Een heel mooi voorbeeld om meteen het boek even goed in te leiden. Hou je van voetbal, Rutger? Of ja. Niet? Ja. Ja. Voetbal jezelf ook? Niet meer, nee. Ik heb van mijn vierde tot, ik denk een jaar of 4, 5 terug gevoetbald. Maar door blessures niet meer. Nou moet je voorstellen, heb je wel eens een penalty moeten nemen? Ja. Ja, nou moet je voorstellen. Jij staat achter de bal. Ja. En ik heb eens wat dingen opgezocht qua snelheid en zo. Even kijken, die zie ik hier staan. Echt te grappig. Oh ja. Gemiddeld is een goal, als je een penalty moet nemen, is 10,97 meter van je af. Dus bijna 11 meter. Klopt, stip. Ja. Dat is een stip, ja. En het doel zelf is 2,44 meter hoog. En de gemiddelde snelheid van een bal, hè, dat zijn kansberekeningen, ja. De gemiddelde snelheid van een bal is 128 kilometer per uur. Okay. Nou sta jij voor de middenstip. Je wilt tegen de bal aantrappen en je probeert natuurlijk dat de bal in het doel gaat. Nou heb jij een paar opties. Je hebt 5 opties. Je hebt linksonder en linksboven. Dat noem ik even voor de gemak even links. Mm-hmm. Dan heb jij de andere optie is rechtsboven, rechtsonder, rechts. Of natuurlijk in het midden. Ja. Nou, waarvoor zou jij kiezen? Jij moet nu een penalty nemen. Waar ga jij schieten? Linksboven. Linksboven. Ja, dat heeft te maken dat je natuurlijk een rechtsvoet bent. Ja. En als je een linksvoet bent, is het wat verleidelijker om rechtsboven te schieten. Nou, dat is heel grappig. Linkerkeer wordt 57 keer procent van alle keren wordt die geschoten. Dus 57%. Mm-hmm. Rechts is alleen 41%. Blijft er 2% over. En die 2% in het midden. Ja. Dus statistisch gezien is het veel beter. Want als die bal wordt geschoten, ja, je ziet ook altijd die keeper, die gaat gewoon een kant opvallen. Nee, die duikt een hoek in. Die duikt een hoek in. Die blijft niet afwachten. Misschien komt hij wel op mij af. Nee. Die blijft gewoon, die duikt de hoek in. En van de 100 keer dat je een penalty neemt, dan wordt hij maar 2 keer van het midden gestopt, als het ware. Of wordt daarvoor gekozen. Ja. Dus statistisch gezien is dat de beste manier. Maar waarom doe jij dat niet als voetballer zijnde? Omdat een goede keeper wacht tot de bal in ieder geval geraakt is met een hoek kiezen. Maar dat gebeurt bijna nooit zoals je dat hier las. Hè? Nee, dat is echt te grappig. Dat is het bekende Panenka. Hè? Dus ken je dat? Nee. Dat is zeg maar dat je door het midden schiet, maar dan met een bepaalde beweging, waardoor de bal heel traag door het midden gaat, maar waardoor het lijkt alsof je een hoek neemt. Oh, ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. Nou, economieprofessoren die zeggen eigenlijk, voor het midden is uitgezocht, wordt bijna nooit gekozen omdat ze bang zijn om af te gaan. Maar niets is zo lullig als je gaat schieten en je kiest voor het midden en die keeper die houdt opeens die bal vast. Klopt. En dat is een beetje think like a freak. Dus mensen je eigen bias, hè, je eigen overtuiging opzij zetten en dan kiezen voor een optie. Dat vond ik heel leuk eraan. Wat ook heel grappig is, en daar heb ik een klein filmpje van. Ken jij Van Halen, de popgroep? Ja. Ja. Van Halen die helpt... Jump. Ja, Jump. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, voor de mensen thuis, Jump. Kermis, hè Patrick? Oh ja, dan gaat het gebeuren. Wat is namelijk het geval? Van Halen, ik doe deze even wat aan. Van Halen die heeft in de jaren 80 waren ze ontzettend populair.
En ze gingen rondtrekken in Amerika met hun show. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ze best wel een uitgebreide show hadden. Ze hadden heel veel licht, ze hadden heel veel materiaal, ze hadden heel veel mensen. En de stadion, of de stadia, die daarvoor gebouwd waren, die waren eigenlijk helemaal niet berekend op zoveel elektriciteit, op zoveel dingen. Dus dat de kans dat er iets fout zou kunnen gaan, dat zou best wel een dingetje kunnen zijn. Ja. En dus wat hadden ze nou precies gedaan? Ze hadden eigenlijk gevraagd dat men een bak met M&M's in hun kleedkamer zouden zetten. Maar dan zonder de bruine. Als de bruine M&M's ertussen zat, dan zouden ze opstaan. En voor de show gingen ze nog de kleedkamer een beetje kapot maken. Ik heb een klein fragmentje, een minuutje, van hoe David Lee Roth eigenlijk vertelt over waarom ze daarvoor hebben gekozen. Ik doe hem even opstarten. So, in the middle of a huge contract writer, keeping in mind that most rock and roll bands had a contract writer, it was like a pamphlet. We had one that was like the Chinese phone book. It was huge. And in the very middle of it, I had them place a clause that just out of the middle of nowhere, it would say, for example, there will be 12 amper high voltage sockets placed at 15 foot intervals, not to exceed the load bearing, et cetera, et cetera. And then just out of the middle of nowhere, it said there will be no brown M&Ms in the backstage area, or the promoter will forfeit the show at full price. What was the point? If I came backstage, having been one of the architects of this lighting and staging design, and I saw brown M&Ms on the catering table, then guaranteed the promoter had not read the contract writer, and we had to do a serious line check, because frequently we had danger issues or accidental issues. It's only recently that they had the stage fall in on a country act outdoors. Somebody else had the video screen fall in on them just recently, a very popular act at an indoors gig. It happens all the time, so take it serious. Dus wat hij eigenlijk zei, hij had een boek. En er was een vrij dik boek met allerlei regeltjes voor de veiligheid. Ja. Maar om te checken inderdaad of de cowboys, oftewel de promoters het goed zouden lezen, dat ze midden in een boek gewoon zeiden van, ja, we willen gewoon een schaal met bruine M&M's. Zonder bruine M&M's. Ja. En dat is zo grappig, want dat was hun moment van om te controleren of het goed was, ja of nee. Prachtig. Ja, is toch mooi? En dit is ook Think Like a Freak, komt er ook eigenlijk in voor. Er staat ook in hoe je mensen moet overtuigen. Dus en dat heeft te maken met het vertellen van een verhaal. Maar daar staat meer in het boek over de kracht van het stoppen. Soms is het ook goed om te stoppen met dingen. Heel veel mensen zijn nu op vakantie en die denken van, ja, wil ik nog wel doorgaan met mijn werk? Wil ik doorgaan met het project? Ondernemers hebben dat, hè? Die hebben heel veel potjes op staan. En dan hebben ze even een pauze en dan denken ze, moet ik er wel mee doorgaan? Want volgens mij zitten mijn klanten er niet op te wachten en ik zit er helemaal niet meer op te wachten. Dus en dan vertelt ook in dit boek van wat de kracht is om te stoppen. Wat ook heel grappig is, dat hier staat bijvoorbeeld ook in hoe je een hotdog-wedstrijd moet winnen. Dus staat vol met verhalen. Superleuk boek. Dus het is een absolute aanrader. Ja, grappig hè. Je ziet hem ook op de voorkant zijn. Ja. Hè? Maar het is een absolute aanrader. En ik zou echt iedereen aanraden van Think Like a Freak te kopen en te lezen. Ik heb de Engelse versie. Maar ik heb de bezige bij uitgeverij gevraagd van, hebben jullie een Nederlandse versie? Nou, die hadden ze. En mogen we eentje weggeven? Dat mocht ook. Dus je kunt hem winnen. Als je hashtag kennis is kracht in de reactie zet, dan maak je kans op dit boek. Kan tot volgende week vrijdag. En als je dat in de reactie zet, dan verloopt volgende week weer een boek. Dus superleuk. Oh, top. Ja, de aanrader van de week is Think Like a Freak. Volgende week gaan we een boek bespreken met de auteur zelf van het boek, Hans Medersen. Die heeft iedereen rijk worden, of iedereen wordt rijk. Ik krijg hem, als het goed is, vandaag of morgen binnen. Dus gaan we zondag lezen. En dan kan ik samen met de auteur het boek ook weer gaan behandelen. Waar gaat het over? Of heb je nog helemaal... Nee, ik denk dat het is een roman. Dus een keer geen zakelijk boek. Nee? Tenminste, wat ik op de achterflap heb gelezen. Maar het wordt een boek... hij is een schrijver. En hij
heeft eigenlijk in social media al een beetje verteld dat hij hoopt dat zijn boek verfilmd wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar sowieso een leuke schrijver, weet alles van wijn. Ik ken hem uit mijn vorige leven als wijnmarketeer. Ja. Als drankenmarketeer. En leuk om hem op deze hoedanigheid weer een keer te ontmoeten. Dus superleuk. Gaan we kijken. Ja. Iedere ondernemer heeft dat wel eens. Dat je in je auto stapt. En je hebt net een telefoontje of een boze klant. Of iemand die niet meer bij zijn website kan. Of je hebt een bericht gehoord dat een project even niet door kan gaan omdat twee medewerkers ziek zijn. Ik noem maar wat. Hè. Maar de energie stroomt eigenlijk zo uit je lijf. En je zit in je auto. En opeens doe je dat ene nummer aan, waardoor die energie weer helemaal weer terugkomt. Ja. Wat is voor jou dat nummer? Dat zou toch wel zijn, denk ik, Roadtripping van Chili's. De Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili, ik schrijf hem op. Roadtripping. Chili Peppers. We mogen hem niet laten luisteren door de rechter. Nee, oké. Ik wil hem wel zingen. Nee. Nou, dat mag altijd natuurlijk, hè? Nee, wat we hebben de Moonshot. Het is een afspeellijst op YouTube. Ja. En we hebben ook nog een, dus dat is één. We hebben op de website staat en op de Spotify een afspeellijst, Moonshot. En daar kom je nummer bij te staan. En hebben we heel veel ondernemers die hun eigen energienummer hebben. Dus aan het eind van het jaar een hele dikke, vette playlist met allemaal energienummers. Ik ga hem toevoegen. Ja, toch? Ja. Superleuk. Die gaan we ook toevoegen. Volgende week, hoe ziet jouw week eruit? De highlights? Zal ik even de agenda erbij moeten pakken? Ja, precies. Volgende week, dat is vakantietijd. Ja. Ondanks dat toch wel veel afspraken. Ja. Maandag zit ik in Den Bosch. Ja. Bij een klant. Daarna nog in de buurt daar. En ik moet nog even langs een server provider van ons. Oké. Dinsdag met een partner in Arnhem. Ja. Woensdag dat gemeentehuis rijbewijs verlengen. Moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren, ja, ja. Je moet wel rijden blijven. Ja. Daarom. En daarna staat er nog niks. De donderdag heb ik een webinar van een softwareleverancier van ons. En daarna nog een afspraak op kantoor. Met een bestaande klant van ons over de online marketingcampagne. Wat we vaak doen is dat we met de klanten één keer zoveel tijd om tafel gaan zitten. Sommige maandelijk, sommige twee maandelijk, sommige zelfs twee keer per maand. Om door te nemen wat we gedaan hebben, hoe het gaat, wat hun input is. Hoe zij het ervaren, waar verbeterpunten liggen, waar knelpunten liggen. En zo gaan we eigenlijk gezamenlijk door dat ja, best wel intensieve communicatie. Gaan we zeg maar telkens stapjes, telkens iets vooruit. En ja, we sluiten dingen uit die minder relevant zijn. We voegen dingen toe die misschien op dat moment van toepassing zijn. Noem het maar op. En daarvan heb ik vrijdag ook nog twee afspraken. En wij hebben een vacature openstaan op onze site. Dus ik hoop misschien ook nog wel een sollicitant of wat die... Mensen kunnen gewoon... kijk even op de site. Kunnen ze meteen inschrijven om bij jullie te gaan werken. We zoeken een online marketeer. Nou, bam! Direct eigenlijk. Ja. Dus, dus heb je de affiniteit met online marketing, woon je in de buurt van Doetinchem. Nou, dan zou ik zeker even reageren. Leuk bedrijf. Leuke bedrijfsuitjes. Zonder uitjes. Zonder frikandel met uitjes. Nee, maar superleuk. Nee, leuk bedrijfsuitjes zeker. Ja. De afgelopen jaar zijn we een nachtje naar Rotterdam geweest. We zijn een kookworkshop. We hebben nog bij een andere bedrijfsuitjes gedaan, zeg maar. En, we hebben escape room gedaan. Hiernaar. Ja. Dat is allemaal leuke dingen. Nou, dus iedereen solliciteren. Tenminste, als je affiniteit hebt of je bent online marketeer. Supergoed bedrijf. Kan niet anders zeggen. En mijn agenda. Ik ben bezig voor 19 augustus. Komt weer de volgende LinkedIn training hier, 's avonds. En ik ben weer de updates aan het doen. En die training, een small group training. Is echt niet duur, €149. Mensen komen hier voor 3 uur. En na de hand kunnen ze nog vragen stellen. Een jaar lang in het forum. En ze krijgen de online videotrainingen erbij. En heel persoonlijk? Heel persoonlijk, absoluut. Ik ben bezig met een grotere training. Is een workshop. Een social media workshop. En dat ben ik aan het doen voor zowel Facebook, LinkedIn. Facebook en Instagram wordt eigenlijk gedeeld met elkaar. LinkedIn. En ik doe een overall social media workshop. En volgende week ga ik de designer Arnoud, die gaat designen. En ik schrijf de teksten en dan wordt hij op de website geplaatst. Dus het wordt ook superleuk. Ja, dus het wordt een drukke week. Hoe is jouw gaming skill? Hoe zijn jouw gaming skills?
Ja, van de PlayStation 4 wel aardig, maar volgens mij heb je hier niet staan, hè? Nee, nee, geen PlayStation 4, jammer genoeg. Nee, nee. Nee. Maar wat speel jij zelf? FIFA en Call of Duty. Ja, Call of Duty ook? Ja. Ja. Nee. Niet zo vaak als ik zou willen. Nee, dat is dus toch als je ondernemer bent. Als, dan, ik moet zeggen dat het al wel even geleden is, maar het is hoog tijd. Ja, ondertussen ga ik het spel even opstarten. Hoppakee. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een MSX game doen. He, waar je net even op hebt gespeeld, Magical Tree, hè, toen je binnen was. Ik zet hem even hier. En ik zal je even de game mechanics even uitleggen. Ja. De game mechanics zijn eigenlijk als volgt. Je hebt hier de. Ik heb voor jou wel al een PlayStation controller, om een beetje thuis te voelen. De linker poke is eigenlijk dat als je naar voren drukt, dan maak je snelheid. En op de X spring je. Ja, dan kun je X, nog eens een keer X. Oké. Okay. Oké, okay, en ondertussen leg ik wel een paar dingen even uit. Ja. Ja, dus even naar voren drukken en dan maak je snelheid en je bovenin zie je distance staan. En je moet binnen de tijd van de distance moet je bij de, ja, bij de eindpunt zijn van de level. Ondertussen ook visjes vangen, dat zorgt voor punten. En je kan ook af en toe een hartje vangen en dan krijg je weer special features of je gaat wat sneller. En er zit nog een extra hindernis erin. Ik ga ondertussen ook lastige vragen aan je stellen. Oké, doe je dit. Ja, even voor de podcastluisteraars, ook belangrijk. MSX game, Penguin Adventure. Je moet niks, maar als je wil weten hoe het spel eruit ziet, is het ook altijd leuk om even de livestream nog eens een keer terug te kijken. Dat kan via advertisinggamers.com of via YouTube of de social media kanalen, Facebook en LinkedIn. Vind je ook eigenlijk dat het ondernemen ook een groot spel is? Het spel is wel redelijk voorgevormd, zeg maar. Dat heb ik niet het idee dat dat bij de onderneming altijd het geval is. Zou het niet zo zijn dat wij een soort open... Dan zou het een soort open spel kunnen zijn, zo open game. Open game, ja. Ja, inderdaad. Je moet... Met side missions. Side missions, maar ook gaandeweg de juiste keuzes maken. Ja. En als je het niet doet, dan kun je daar wel eens strafpunten voor krijgen. Nee, strafpunten voor krijgen, ja. Nee, absoluut. Ja. Oh, er komen nog wat andere vragen binnen. Oké. Okay. Zo, Rutger, laat maar eens zien hoe wij als Ulvenaren dit doen. Nou. Hoe heeft Patrick het eraf gebracht? Ja, Patrick heeft, is het verste gekomen van iedereen. Oké. Ja, goed. Ja, Patrick is echt... Dat is level? Level 4 is hij gekomen. Oké. Nee, Patrick is echt de Penguin Master. Ja, het gaat de goede kant. Die Easter Egg heb ik nog even over nagedacht. Je hebt een Easter Egg in Google wanneer je... Dan weet ik niet meer of je het achterstevoren moet googlen op het woordje Google of letterlijk de URL daarin nemen. Nee. Maar dan krijg je op ook de resultaten in spiegelbeeld. Als je het in spiegelbeeld zeg maar... Oh, echt waar? Ja, dat was een van de... Oh, kunnen mensen dan ook even meteen proberen. Dat is superleuk. Ik weet niet meer precies hoe het zit, maar ik zal het straks eens even rustig terugzoeken. En dan komt er bij de volgende, mag je het weer voorbij laten komen. Ja, precies. Dan gaat het helemaal gebeuren. Helemaal jeetje, goed. Man. Ben je meer vlees of vis, man? Meer vlees, maar vis vind ik ook heel lekker. Ja, hè? Ja. En als jij nu zou bestellen, wat zou je bestellen? Wat van... zou je dan, als we nu uit eten zouden gaan, wat zou je nou bestellen? Vlees of vis? Wat heb je nu zin in? Meestal neem ik vooraf een lekker visje. Ja? En dan als hoofdgerecht een stukje vlees. Ja. Echt waar? Dus je doet alle twee? Je gaat gewoon niet kiezen. Dat is ook wel heel goed, hè? Nee. Of hoe noemen ze dat? Surfing days of iets? Ja, precies. Surf and turf. Oh, heerlijk. Hey, nou gaan we naar level 3 en dan moet ik je toch uitleggen wat er gebeurt. Ja. Maar aldoende leert men. Ja. Dan kom je op een ijsvlak terecht. Okay. En aan het eind heb je de eindbaas. En de eindbaas, daar is Patrick aan voorbij gekomen. Dat is een vuurspuwende draak. Okay. Ja. En dan moet je zijn blik eigenlijk ontwijken. Want als je te lang naar hem blijft kijken, dan spuwt hij vuur naar jouw gezicht. Ja, dat is eigenlijk 1. En die draak die zit voor paaltjes, voor 4 paaltjes. Ja. En de bedoeling is dat je de draak door het ijs laat zakken.
En hoe doe je dat? Door af en toe dan te springen voor het paaltje dat er een breuklijn ontstaat. Oké. En als al die breuklijnen aan elkaar zijn gekoppeld, dan zakt hij door het ijs. Oké. Ja. Okay. Nou, gaan we dus proberen. Ja, precies. Nou, hij jeetje. Komt. Ja, Damn. En nu? Ja, gaan gewoon verder. Ja. Okay. Volgens mij was dit je eerste leven auto, of niet? Ja. Nou, deze level, niemand is voorbijgekomen, met uitzondering van Patrick, voorbij dit level. Dat is wel grappig, volgens mij is dit spel even 200 kb, zoiets. Dit is echt niet normaal, hè? Dat is tegenwoordig een afbeelding. Ja. En hoe weet ik dat? Ik heb hem op de ROM staan, zoals het moet, hè, natuurlijk. Maar ik vraag me af of dat nog illegaal is. Maar ik heb er wel de ROM van. Ja. En ik heb daar ook een diskette van. En er staan iets van 20 Konami-spelletjes op een diskette van 1,44 MB. Maar ik vind hem echt, de architectuur is gewoon heel goed. Ja, het is wel verslavend, moet ik zeggen. Heb je wel eens gehoord van MSX? Als, ja, de naam, maar niet... Nee. Niet meer gespeeld. Nee. Nou, dus eigenlijk is dit de voorloper van MS-DOS. Ah. Oh, dit is helemaal... Lastig. Nou, dit is, gelukkig heeft Patrick jullie als Ulftenaar helemaal... Heeft heel hoog gehouden, hè? Ja, ja, precies. Ja, dus echt... Ja. Volgende week. 30 seconden hebben we. 30 seconden hebben we nog. We hebben het gewoon echt heel goed gedaan. Gewoon. Echt, ik ben trots op je. Wat dat betreft... volgende week hebben wij Hans Medersen eigenlijk op bezoek. Als mensen dan een vraag willen stellen. Hij is ook regisseur geweest van Villa Velderhof. Misschien ken je dat programma nog. Dus echt... Nee. Ja, ik ken het wel, maar nooit... Leuk programma, hoor. Nee, tijd, ja. Ja, leuk programma. Hij heeft ook heel veel tv-series geschreven. Daar gaan we het eigenlijk ook over hebben samen met Hans Medersen. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen? Wat ik wil toevoegen? Nou, ja, dat je zegt leuk, van... een mooie tijd zo, mooie drie kwartier, leuke dingen behandelen, een beetje luchtig, een beetje zakelijk. Ja. Nee, ik denk dat je het goed gaat doen. En, aflevering 23? Aflevering 23. Ik denk dat dit straks een nulletje erbij komt. Ja. Heel snel. Ja, daar gaan we ook voor. Ja. Ik geloof in gewoon een doorzetten en het is super leuk om te doen. En ik zie ook wekelijks, hadden we van tevoren. Ja. Wekelijks de kijkers gewoon groeien. En dat is, maar vooral het, weet je, de motivatie en leuke mensen ontmoeten. Super leuk. Dus voor mij is het altijd een cadeautje van de week, hoor. Aan het eind van de week. Dus helemaal goed. Samen een biertje. Ja, samen een biertje. Wij gaan nog even een biertje drinken. Ik wil eigenlijk iedereen bedanken voor het kijken. Heel fijn weekend. En als je ooit nog live contact wil hebben met Rutger, je weet hoe hem te bereiken. En zo niet, bel mij. En dan komen we graag bij je langs. Goed weekend. Hoi. Doei. Yeah. The advertising heroes. Let's go. Okay, the advertising heroes. Time for you to know. Help you get your name buzzing for the world. Time to show. Help create a market plan.